Stuart, allereerst AZ heeft geloot tegen Istanbul in de derde voorronde van Europa League. Wat zegt dan de directeur voetbalzaken? Ja, vooraf niet zoveel, omdat je bent toch afhankelijk van een loting, daar heb je niet zoveel over te zeggen. Dus we zaten als geplaatste ploeg erin, maar ik denk dat het is het voormalige Istanbulspoor. Dus ja, dat is gewoon een gedegen ploeg. Die hebben hier een voorbereiding hebben ze gehad in Nederland, hebben tegen grote clubs gespeeld, hebben ook tegen Volendam gespeeld, hoor ik, ook redelijk makkelijk gewonnen. Dus ja, het is wel een tegenstander van formaat. Ja, er wordt geen wolk over de nummer 4 van Turkije. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja. Dan het volgende. Steven Berghuis, natuurlijk veel in de media verschenen afgelopen week. Wat is nou de huidige situatie? Ja, we zijn in gesprek. En dat is eigenlijk de stand van zaken zoals die er nu voor staan. Er staan nog geen handtekeningen over, dus het is nog niet zover. Maar we zijn wel in gesprek daarover. Ja, maar in gesprek met de zaakwaarnemer Mino Raiola of met de club Watford? Nou, dat gaat via tussenpersoon, ja. En maar is er iets van dat het binnenkort gaat goedkomen, omdat er een akkoord is? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om en als je met elkaar in gesprek bent en aan het onderhandelen bent, of om dan al van tevoren te zeggen dat dat wel of niet zo is. Die interesse is er, is degelijk, die is serieus. Wij zijn daarover in gesprek met elkaar. En tot op heden ziet het er allemaal naar uit dat het wel een plaats zou kunnen gaan vinden. En er wordt ook een bedrag genoemd, dat de 5 miljoen euro dat Watford dat voor over heeft richting Berghuis en dus naar AZ. Wat is daar het verhaal van? Nou, zoals je weet, we praten nooit over bedragen als het om transfersommen gaat. Maar gelukkig kan ik melden dat dat niet over 5 miljoen euro gaat. Maar moet er dan denken aan meer? Gelukkig wel. Ja, want jullie willen absoluut meer dan 5 miljoen voor Berghuis. Klopt. Ja. Dan de opvolger, die wordt ook al genoemd in de media. Jan Bakkers van NEC. Wat is daar het verhaal? Is daar al contact mee? Nou, in die zin, ik heb met heel veel mensen contact. Dus als het om gaat, niet zozeer met Jan Bak zelf, maar wel met zijn management heb ik contact gezocht. Maar dat heb ik met meerdere spelers gedaan, zoals het denk ik in mijn vak betaamt. Dat je wel op de hoogte moet zijn van alles wat er speelt voor spelers die interessant zouden kunnen zijn. Dus en Jan Bak is daar een van. Die staat op een lijst bij ons. Wat een interessante speler zou kunnen zijn. Maar nogmaals, er zijn wel wat meer spelers waar ik voor geïnformeerd heb. Ja, want hoe groot is een groep met eventuele opvolgers van Berghuis? Ja, dat vind ik wel. Als je kort door de bocht, elke positie, hebben we ongeveer zo'n 5 personen hebben opstaan. Ja. Ja. En daar is Jan Bakkers de een van? Daar is Alireza Jan Bakkers er een van. Ja. Ja. Dan het volgende, want veel nieuws afgelopen week. Dan de assistenttrainer Marco Verbasten naar het Nederlands elftal. Er wordt de naam van Hans Visser genoemd. Ja, hoe staat het met hem? Ja, eigenlijk moet je een beetje in hetzelfde rijtje zien als ook met spelers. Dus dat we een aantal kandidaten daarin hebben. Hans Visser is daar één van. Daar hebben we mee gesproken. Zoals we ook met een aantal anderen hebben gesproken op dit moment. En er vindt nog een gesprek vindt daar plaats. En ja, om gewoon eens naar elkaar toe uit te wisselen hoe we denken over één samenwerken. Hoe het voetballend ervoor staat. En wat onze ideeën als club zijn. Dus wat dat betreft proberen we dat voor elkaar te krijgen. En zullen we daar gaan kijken hoe we dat in gaan vullen. Ja, maar hoe lang duurt zo'n proces? Jullie hebben één gesprek gehad. Er komt nog een gesprek aan. Wanneer kunnen we verwachten dat want we zitten midden in de voorbereiding. Ik neem aan dat jullie Hans Visser dan eventueel snel erbij willen hebben. Hoe lang gaat zoiets nog duren? Ja, het vervolggesprek is niet zozeer met Hans zelf. Mm-hmm. Maar dat gaat meer over een andere kandidaat die er is. Dus we vinden dat we gewoon goede keuzes daar moeten maken. En volgen een aantal gesprekken moeten daar gewoon in volgen. Het is in ieder geval zorgvuldigheid over snelheid. En dat is het allerbelangrijkste. Op dit moment hebben we gewoon een prima staf die uitstekend functioneert. Het is jammer dat Marco weg is gevallen, maar die heeft daar een prachtig mooie uitdaging bij de KNVB. En wij proberen dat zo snel mogelijk in te vullen, zonder daar een tijdspad aan vast te koppelen. En die andere kandidaat, kun je zeggen wie dat is? Nee, lijkt me niet zo handig. Ja. Duidelijk. Dankjewel, succes.